Zou je 3 stukken fruit kunnen kiezen en deze op volgorde kunnen leggen? Leg de zoetste op de meest linker schaal en de zuurste op de rechter. Voordat we beginnen, wat is jouw mening hierover? Goed zo. Laten we kijken of het fruit zo zoet en zuur is als we dachten. Leg om de beurt de vruchten op de snijplank en neem daarna een kijkje in de gereedschapskist. Een van de stukken gereedschap kan ons helpen met checken of we gelijk hadden. Gebruik deze met het fruit en leg daarna de vruchten in de goede volgorde. De pH-strip is als een coronatest. Met het papier kan je testen hoe zuur iets is. Je hebt level 1 afgerond. Wat denk je nu? Welke braam zou jij eten? Laat voor de zekerheid mij een van elke proeven. Nu dat we er een paar hebben geprobeerd, smaken sommige minder zuur dan anderen. Weet jij hoe dat komt? Pak de rest van de onrijpe bramen en maak bramensap. Moet je zien, ik heb ook nog wat bramensap gemaakt van rijpe bramen. Voeg wat citroensap toe en kijk wat er gebeurt. We zijn nu keukendetectives. Laten we eens zien wat we kunnen ontdekken. Laten we alles gebruiken wat we tot nu toe hebben geleerd.
Je hebt dat gereedschap nu al een aantal keer gebruikt. Misschien is het een goed idee om de andere ook eens te proberen. Je hebt het gehaald. Wat denk je nu?